Dommeland Live. Lara Giesing uit Bokstel schreef zich in om een wildcard te bemachtigen voor Holland's Next Topmodel. Ze is in de studio. Gaan we haar vanavond gaan we horen van haar of ze erin zit of niet? Ik ben heel benieuwd. En Raoul Grégoire kreeg onlangs te horen dat zijn biologische vader iemand anders is dan dat hij altijd gedacht heeft. Hij ging op zoektocht. Vanavond onthullingen en informatie hierover. En live in Liemde, de eerste editie van een nieuw event in Liemde is uitverkocht. Dat horen we straks van de dames. Wat is de publiekstrekker, wat gaan we zien en wat staat er op het programma? En muziek, twee knappe heren, puur, Mark van der Laar, Marco Staring. Het is vandaag dinsdag 16 juni. Welkom bij Dommeland Live. I know. Hey, I oughta leave the young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Nou, dat belooft in ieder geval een leuke uitzending te worden met deze heren met puren bij, met de muziek. Ik ga eerst de gasten aan u voorstellen. Raoul Grégoire uit Bokstel, van harte welkom. Dank je wel. En Lara Giesing, heel erg welkom. Fijn dat je er bent. Je zit al zo mooi recht. Moet dat dan? Of heb je dat van nature al? Ja, ik denk dat ik het van mezelf een beetje ook wel heb. Maar ik denk dat ik het vooral eigenlijk aangeleerd heb door catwalks en... Dan wordt dat zo ingehamerd dat je echt schouders recht naar achter, hoofd omhoog en... Dus ik denk dat het een beetje automatisme is geworden. Ja, nou, heel fijn toch? Ik kreeg jou in het vizier een tijdje terug, want social media die ontplofte bijna. Er kwamen allerlei oproepjes om op jou te stemmen voor een wildcard. Holland's Next Top Model. Leg me nou eens uit, wat is dat, die wedstrijd, die wildcard? Holland's Next Topmodel is gewoon een tv-programma, een talentenjacht soort van, voor modellen. Mm-hmm. En daar kun je op de normale manier voor inschrijven. Dus dan moet je gewoon op casting komen en dan ben je gewoon met een paar honderd andere meiden en dan kunnen ze je uitkiezen. Maar de wildcard is eigenlijk de online contest van Holland's Next Topmodel. En daar kun je ook voor inschrijven en er wordt dan één iemand van uitgekozen en die kan dan met de wildcard zeg maar het programma inkomen. Dat heb jij gedaan? Ja. En je had je niet eerder ingeschreven om mee te doen met de normale competitie dan zeg maar? Nee, eigenlijk helemaal niet. Kwam je er pas later op? Of? Ja, daar kwam ik pas later op, want ik heb anderhalf jaar bij een modellenbureau gezeten, een beetje een klein modellenbureau nog. En mijn contract was op dat moment net afgelopen. En ik had eigenlijk zoiets van, ik wil eigenlijk gewoon nog wel verder met modellenwerk en ik ga iets anders zoeken. Dus toen zag ik eigenlijk op het laatste moment pas dat aan de gang was. En toen had ik zoiets van, dan schrijf ik maar gewoon in. Kijken hoe het loopt. Wat moet je daar dan voor doen? Gewoon eigenlijk niks geks. Naar de internetsite gaan, een beetje een leuk verhaaltje schrijven over jezelf, wat foto's erbij doen en dat is het. En toen was het toch wel heel erg spannend, want jouw moeder... Die was ontzettend fanatiek, hè? Heeft op het heel laatste leuk. Heel veel op... Ja, leuk, ja. Lijkt me dat. Ja. Op het laatste heel veel oproepen gedaan. En toen dacht ik, wie is dat? Want ik kende jou niet. Ik vond trouwens supermooie foto's. We laten vanavond voor u thuis ook een aantal foto's daarvan van Lara voorbij komen. Echt supermooi. En toen ontstond er een behoorlijke discussie op Facebook. Want iedereen wilde uit Bokstel dat jij zou winnen. Maar, want jij eindigde uiteindelijk, klopt dat, bij de eerste 10, ja. Met de meeste stemmen? Ja, ik stond op 9. Je zat op 9? Geëindigd, ja. En nu? Ze hebben één meisje gekozen uit die top 10, dus ik heb wel kans gemaakt, zeg maar. Maar ik ben het uiteindelijk niet geworden. Heel jammer, maar het is niet anders. Die is nu al gekozen? Ik ben niet gekozen. Nee, maar die andere is nu, dat is al bekend. Ja, ze zijn al bezig met de opnames. En die worden in september pas uitgezonden. Dus geen idee ook wie het is.
Geen idee. Mooi, heel spannend. Ja, maar volgens mij waren jullie toch, of jullie niet, waren een heleboel mensen erg aan het speculeren van wie het was. Ja, maar wij dus ook. Ja, maar het geldt dan niet, zeg maar, die van de 10, wie dan de meeste stemmen had. Dus er zijn er 10 en dan zegt de jury, wie vinden wij het meest geschikt? Wie oogt er het meest geschikt? Ja, want er is heel veel ophef geweest, zeg maar, want nummer 1 was een plus-size model en zij is het dus ook niet geworden. En er is heel veel ophef geweest op internet en op RTL Boulevard is volgens mij ook geweest. Dat zij het niet geworden en wel de meeste stemmen had. Maar ja, dat slaat eigenlijk nergens op. Want het gaat niet om de meeste stemmen, maar het gaat om de top 10. Er wordt één iemand uitgekozen. Dus, Oké. En nou jij het daarover hebt, over die plus size model. Ja. Er is de laatste tijd natuurlijk ook hevig discussie overal over hoe dun modellen zijn en dat het niet gezond is en noem maar op. Overigens vind ik dat jij er perfect uitziet, niet te dun, geen echte dunne armen en benen volgens mij. Wat vind jij van plus size modellen, dat die in zijn? Hoe zie jij dat? Ja, aan de ene kant vind ik het heel goed dat er wel gekeken wordt naar variatie van lichaamstypes, zeg maar. Maar dan denk ik ook dat ze moeten kijken naar mensen die van zichzelf dun zijn en er eigenlijk niks aan kunnen doen. Want die heb je ook, weet je wel. Dus het is wel, aan de ene kant vind ik het goed, want het is ja, plus size en goed. En het is ook niet gezond om te dun te zijn. Maar sommige meiden die zijn gewoon zo van zichzelf, die kunnen er ook niks aan doen. Mm-hmm. En ik vind gewoon dat ze naar de variatie moeten kijken en nou niet ook per se op het plus size moeten gaan richten. Dus gewoon van alles wat eigenlijk. Oké. Ja. Wat moet jij ervoor laten? Jij bent model. Zijn er dingen die je moet laten? Wat dan? Ja, er blijven altijd wel dingen die je moet laten. Maar ja, kijk, roken en drinken, dat is sowieso niet goed. Maar dat is ook voor gewone mensen niet goed, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik moet wel letten op mijn eten. Ik moet wel gezond eten. Maar het is niet zo dat ik nou echt op een streng dieet zit of zo. Maar je bent 16, hè? Ja. In september word je 17. Klopt. Maar dan ben je een jonge meid. Ja, vroeger mocht je nog de kroeg in en drinken. Dat mag tegenwoordig niet meer, hè? Dan moet je 18 zijn, hè, voor alcohol. Ja. Sport je ook? Of wat, Ja, ik sport ook al veel. Maar dat had ik eigenlijk ook al voor het modellenwerk. Ik ga naar Tiga, in Bokstel ook. En dat doe ik fitness. Geen namen noemen. Oh. We mogen geen namen noemen. Doe ik ook fitness en kickboksen en soms wat groepslessen. Ja. Die dingetjes, ja. Ik zat te denken thuis, hè, van nou, stel nou dat jij het wel geworden zou zijn. Dat had ik hartstikke leuk gevonden natuurlijk. Had jij daar al over nagedacht zo van, hoe zou ik dat vinden met die camera op mijn snoet? En ik vind best wel eens vaak, want ja, natuurlijk kijk ik het. En heel veel mensen thuis kijken ook dat soort programma's, zo ook al zeggen ze van niet. Ze kunnen ook best wel heel hard zijn. En had jij daar al een voorstelling van gemaakt, hoe jij dat zou beleven of vinden? Aan de ene kant lijkt het me wel gewoon heel leuk om dat meegemaakt te hebben natuurlijk. Maar ik denk ook dat ze het modellenwerk op tv wel iets overdrijven dan dat het in het echt is. Want ik denk ook, ik kijk het programma natuurlijk ook wel eens. Mm-hmm. En daar zie je eigenlijk alleen maar meiden die arrogant zijn en gemeen zijn. En ik denk dat ze daar meer doen voor de spanning erin te houden dan dat het echt allemaal zo is. Maar ik had het wel leuk gevonden natuurlijk. Dus, ja, jammer. Het is ook een boost voor je carrière. Ja, zeker. Hoe lang ben je eigenlijk al model? Hoe lang doe je dat al? Dus je bent nog jong. Meer dan anderhalf jaar al, ja. Hoe ben je daarin verzeild geraakt? Hoe ging dat? Nou, je bent natuurlijk heel mooi. Dus anderen zeggen van, goh, laten ze een foto maken? Of hoe gaat dat? Nou, door een fotograaf uit Bokstel. Die zocht eigenlijk modellen voor haar eigen portfolio. En nou, ik had er altijd al wel over nagedacht hoe het zou zijn om model te zijn. Ik vond het altijd wel leuk, maar ik had eigenlijk nooit zoiets van, laat ik mezelf daar eens een keer voor opgeven of zo. En toen zag ik dat dus, een advertentie bij ons op school, dat zij dus nog modellen voor haar zelf zocht voor de portfolio. En zeiden wat mensen tegen me van, ja, dan moet je het misschien toch maar een keer proberen. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen heeft zij mij een berichtje teruggestuurd. Met, ik wil jou eigenlijk doorsturen naar een modellenbureau. Want daar ben ik ook scout van. Nou, en dat heeft ze toen gedaan. En toen ging het heel snel allemaal. En wat ging er zo snel? Kwamen er grote opdrachten? Of wat kan ik me daarbij voorstellen? Hoe gaat dat dan? Nou, ik ben toen echt, een week later of zo, ben ik op casting geweest bij dat modellenbureau.
En ja, dan... Wat moet je dan doen? Ja, dan kom je binnen en dan ga je eerst een beetje in gesprek over jezelf, wat je doet, wie je bent. En dan ga je een stukje lopen op een catwalk. Dat lijkt me doodeng, of niet? Nou ja, daar was verder nog geen publiek bij of zo, dus dat was verder, ja, dat was op zich wel zo gebeurd. Maar toen, ja, een paar fotootjes had ze genomen en toen kreeg ik een paar dagen later een berichtje dat ze me een contract aan wilde bieden voor 2 jaar. Dus dat heb ik gekregen. En wat houdt zo'n contract dan in, Lara? Moet je dan opkomen draven als ze ergens een opdracht hebben? Of hoe gaat dat? Ja, zoiets. En ook er staat ook in dat je echt aan dat bureau vastzit, zeg maar. Dus dat zij alles voor je regelen. Wat ook wel heel fijn is, natuurlijk. En dat zij shoots voor je regelen. Dat je zelf eigenlijk niks hoeft te betalen. Maar dat je zelf ook aan de andere kant niet met een ander modellenbureau in zee mag gaan. En ook niet zelf dingen mag gaan doen. Dus het moet eigenlijk allemaal via dat bureau gaan dan. En hoe weet je dan als 15-jarige dat je goed zit? Hoe gaat dat dan? Want ik kan me zo voorstellen, stel dat er een week later een heel groot bekend bureau komt en die hebben jou zien wandelen in de winkelstraat. Ja, je hoort het wel eens, hè, dat gebeurt, ja, dat je eruit gepikt wordt. Maar dan mag je dus niet overstappen, bijvoorbeeld. Nee, ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, die kans dat je dat hebt is echt zo ontzettend klein. Dus ik had zelf zoiets van, nou, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En ik probeer het wel. En dan zie ik wel verder. Ja. Ja. Hoe is het je bevallen? Heel goed. Ja, ik vind het echt heel leuk, nog steeds. Maar noem eens een paar dingen die je leuk vond om te doen. Een paar, moet je dan fotoshoots voor een blad? Of hoe gaat dat dan? Ja, ik heb wel fotoshoots gehad. Eentje voor een sportmerk bijvoorbeeld. En ik heb een catwalk show al een aantal gelopen. En ja, gewoon heel erg leuk. Dan zag ik op jouw Facebook een foto voorbij komen. En daar stond Marco Borsato op. En ik ga even spieken, want die zou ik wel even willen laten zien als dat kan. Kijk, hier hebben we hem. Daar sta jij op in het midden met het rood-zwarte, hè? Klopt. Hoe kom je daar nou terecht? Wat is dat? Nou, ik had via een designer waar ik ooit een show voor had gelopen. Die vroeg eigenlijk aan mij van, ik heb voor een Nederlandse kinderfilm heb ik de jurk ontworpen. En zou je dan met mij mee willen als model, zeg maar? Dus als degene die de jurken showt eigenlijk. Zo. Dus toen ben ik mee geweest. Ook over de rode lopen met alle BN'ers en zo. En alle fotografen erbij. Ja. Hoe was dat? Heel spannend, maar wel heel erg leuk. Ik voelde me wel echt een van de bekendere mensen. Dus dat is wel echt heel bijzonder. Ja. En had hij ook nog iets leuks tegen je gezegd, Marco? Nou, eigenlijk heel, heel makkelijk. Gewoon een beetje een praatje meegemaakt. En gewoon heel leuk, gezellig. Ja. Leuk. Nu zit jij op VWO, hè? Klopt dat? Klopt, ja, op gymnasium. Gymnasium. Ja. Welk jaar? 5e. Dus nog 1? Ja, eigenlijk 2. Ik blijf zitten dit jaar. Oei. Maar ik heb een half jaar geleden heb ik een ongeluk gehad. En daarom ben ik best wel lang niet naar school geweest. En ik ga ook nu nog steeds maar halve dagen naar school. Wat was er gebeurd dan? Nou, ik ben aangereden met de auto. Of ja, ik zat op de fiets. Ben door een auto aangereden. En, in Boxton? Ja. Echt? Ja. En ja, bij ons op Munsel. Ja, net 1 straat verder. Och jee. Ja, en toen ben ik eigenlijk, heb ik een hele zware hersenschudding aan overgehouden. En ook mijn neus gebroken. Dat ook echt heel erg was, want ik dacht echt van, modellenwerk. Dat is het eerste waar ik aan dacht. Maar van die hersenschudding heb ik echt nog heel veel last. En ik ga ook nog steeds mijn halve dagen naar school. En vandaar dus dat ik nou de 5e eigenlijk in 2 jaar doe. Dus ik sluit dit jaar vakken af en volgend jaar. Mm-hmm. En, heftig. Ja. God, dat is gek, zeg. Maar je ziet er niks van. Nee, ja, ik zie het zelf wel. Maar jij ziet het wel? Ja, maar verder ziet niemand het. Dus dat vind ik al heel fijn. Maar ze zeggen ook met een hersenschudding dat je dan concentratieproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn, heb je dat ook precies, allemaal. Ja, precies. Daarom ook dus dat ik maar halve dagen nog naar school ga. Wow. Na een paar uur is concentratie ook op. Baba. Ja, heel vervelend, ja. Mm. Ja. Wat was jij van plan om, heb jij sowieso al toekomstplannen na het gymnasium? Is dat echt het modellenwerk, Lara? Met modellenwerk wil ik eigenlijk gewoon heel graag kijken hoe ver ik ermee kan komen. Want dat is natuurlijk, je moet altijd iets achter de hand hebben. En de kans is zo klein dat je er echt ver mee komt en echt veel geld aan gaat verdienen. Maar ik wil heel graag geneeskunde gaan studeren. Zo. Dus ik wil graag de neurologie kant op. Wauw. Ja. Moet je nog heel wat jaren studeren? Ja, zeker. Dat is een studie van, je kun je lang maken als je wilt. Na 6 jaar ben je basisarts, maar dan heb je eigenlijk nog niet veel. En dan
nog 6 jaar voor neurologie, dus dat is 12 jaar. Wat bijzonder. Wat drijft je? Heb je dat altijd al geweten, dat je zoiets wilde? Ja, ik heb altijd de richting al wel geweten. Maar ik weet nou sinds een jaartje ongeveer zeker dat ik dit wel echt wil. Goh, wat leuk. Ja. Dat betekent ook dat je kans moet maken dat je ingeloot moet worden, hè? Ja, dat is nou allemaal... Is dat veranderd? Ja, dat is nou volgens mij afgelopen jaar dat anders is geworden. Ze doen het nou ook echt op basis van cijfers. En ze kijken echt, je moet nou ook 2 toetsen maken. Eentje voor je motivatie en eentje voor echt je kennis al. Mm-hmm. Dus vind ik op zich wel heel fijn. Maar vandaar ook dus dat ik heb besloten om dit jaar in 2 jaar te doen. Omdat het dus ook echt om cijfers gaat. Ja, en dat je ook echt even de power erin kunt steken straks. Hè? Er komt nog een zomervakantie tussen. Ja, precies. Ja. Wanneer is jouw volgende modellenopdracht? Omdat ik nou dus geen modellenbureau meer heb, ben ik heel erg op zoek naar andere modellenbureaus. En... Ja, even onderbreken, want dat contract is afgelopen. Ja. Hebben zij dan zoiets, we zijn klaar met je, of hoe gaat dat? Je bent het bloedmooi, mooie foto's, denk ik, die moet je niet laten lopen. Ja, kort door de bocht gezegd, is het wel zo. Ja. Ja, dat is hard, of niet? Ja, dat is wel. Maar dan moet je wel tegen kunnen, denk ik, in dat wereldje. Ja, en dat lees ik nou overal even tot slot. Als er ooit iets gezegd wordt over modellen en de kritiek en meedoen aan zo'n programma, dan roept half Nederland, ja, als je dat werk wil doen, dan moet je daar maar tegen kunnen. Ik heb zoiets, ik vind het vrij vaak respectloos hoe er met mensen en meiden wordt omgegaan. Er zijn toch ook mensen, die vinden dat toch ook allemaal spannend? Ja, aan de ene kant ben ik het dan wel met je eens. Maar aan de andere kant is het ook wel zo. Stel dat je bijvoorbeeld geboekt wordt voor een show. En ze zeggen, ze wijzen je af omdat je bijvoorbeeld te dik bent, zeggen ze dan. Maar ja, dan is het ook maar meer omdat je niet in hun kleding past. En dan moet je toch zeg maar van de andere kant gaan bekijken. Ze kunnen je ook afwijzen bijvoorbeeld omdat je blond haar hebt. Terwijl ze alleen maar mensen met bruin haar zoeken. Het is maar net wat ze op dat moment voor ogen hebben. En wat ze dan willen hebben. Hmm. Dus. Je kunt van 2 kanten bekijken eigenlijk. Ja, precies. Nou, Lara, dankjewel. Blijf lekker zitten, want wij gaan naar muziek. We hebben 2 heren in huis van Puur. Zij spelen bekende pop- en rocknummers op geheel eigen wijze. Wat gaan jullie spelen? Heart of Gold. Sorry? Heart of Gold. Heart of Gold. Hartstikke mooi. Dames en heren, Puur.
You keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm getting old. You keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Hartstikke mooi. Oh, super. Heel mooi. En straks nog meer. Er komt meer. Dankjewel. Ik ga naar de volgende gast. Raoul Grégoire uit Bokstol kreeg een paar maanden geleden toch wel, ja, best wel chockerend nieuws, als ik het zo mag zeggen. Want zijn vader bleek niet zijn biologische vader te zijn. En Raoul ging op zoektocht. Vanavond is hij hier. En ik praat met hem over de nieuwste ontwikkelingen en over hoe het eigenlijk een beetje precies in elkaar steekt. Raoul, jij zei tegen mij aan de telefoon, als ik dat goed onthouden heb. Ik heb altijd gedacht, ik ben kwart Indo, ja, en kwart Spaans. Heb ik dat goed gehoord? Nee, ik heb altijd gedacht dat ik kwart Indo was. Oh, kwart Indo. Ja. Kwart Indo. En de rest Nederlands. En de rest Nederlands. Ja. Maar waar kwam die, laten we eerst daarmee beginnen, die kwart Indo vandaan in je dan? In nou, mijn vader is half Indo. Oké. Okay. Dus dan maak mij kwart Indo. Dus, ach. Ja. En om bij het begin te beginnen, jij krijgt een telefoontje. Jij wordt uitgenodigd om bij jouw ouders te komen. Nee, mijn ouders kwamen bij mij. Kwamen bij jou? We wouden op de koffie komen. En, oh, vertel eens. Ja, het was een week voor de Pasen, denk ik. Ja, een week voor de Pasen belden mijn ouders me op dat ze op de koffie wouden komen. En ja, tuurlijk, dat kan altijd. Altijd hartstikke leuk. Het is wel een beetje ver om op de koffie te komen. 300 kilometer, 250 kilometer, maar goed. Oh, ze kwamen, zij wonen... Ja, dan heb ik dat ongedaan. Tegen de Franse grens. Ja, ja. En ze kwamen en gingen zitten en ja, toen kwam het nieuws van ja, je vader is niet je biologische vader. En wie vertelde jou dat? Mijn moeder. Ja. Dat lijkt me ontzettend heftig om te horen. Ja, je realiseert je dat niet. Als je dat hoort, dan denk je van, waar gaat het over? En, weet je nog hoe je reageerde? Ja, ja, dat weet ik nog heel goed, omdat het ook misschien wel een verkeerde indruk heeft gewekt. Maar ik weet nog heel goed dat ik het heel goed opnam. En echt zoiets had van, nou ja, oké, het zal wel dan. En ja, oké. Okay. Ja, voor mij maakt het op dat moment ook niks uit, want mijn vader blijft voor mij mijn vader. Hmm. Hij heeft mij opgevoed 46 jaar lang. En ja, dat is toch je vader dan. Maar op een gegeven moment dan gaan ze weg om 3 uur, of 3 uur, 3:30 gingen ze weer terug naar huis. En dan blijf je alleen achter en dan, ja, ik heb al 100 keer op mijn telefoon gekeken daarna van, heb ik nou gedroomd of is het echt waar? Of, ja, dat kun je gewoon niet bevatten. Dat is toch een soort shock? Ja, ja, absoluut. Ja. En kon jouw moeder dat zo ploep er even uitgooien? Nou ja, ik denk dat mijn moeder het ook een hele tijd heeft moeten opbouwen van, ik ga het vertellen, ik ga het vertellen, ik ga het vertellen. Ja, en dan kom je op zo'n moment en dan kun je ook bijna niet anders. Net als in elk slecht weergesprek, van meteen vertellen, dan is het eruit en dan kun je daarna weer beginnen met praten. Ja, en zo is het ook gegaan. Maar ik denk dat ze zal het absoluut heel moeilijk mee hebben gehad. Daar ben ik van overtuigd, ja. Nu is het zo dat, ik heb dat in de media gelezen, dus ik kan daar gewoon over praten en een vraag over stellen. Ik heb begrepen dat een heleboel mensen uit jouw familie Dit al wisten, dit geheim, zeg maar, hè? Ja. Wisten. Klopt, ja. Ja, eerlijk gezegd, voel je dan niet ontzettend belazerd ook? Is dat ook een gevoel wat je hebt dan? Komt dat er ook een beetje bij kijken? Niet om hen, ja, te beoordelen, nee, hoor. Nee, 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 absoluut niet. Nee, ja. Ik denk meer, er zal van alles met je gebeuren, maar dat is een best een rot gevoel, denk ik. Als iedereen het weet en jij niet. Ja, het is een dubbel gevoel. Enerzijds belazerd, dus heel beladen. Ja, ik Het is wel, het verbaast je gewoon heel erg dat zoveel mensen het wisten. Ik denk, als ik even een optelsom maak, dat een man of 30 het wist. En dan denk je van, hoe heeft dat in godsnaam 46 jaar lang niet kunnen uitlekken? En ja, ik hoogstens die mensen die hebben altijd ook met een geheim moeten rondlopen. En dat is voor hun ook lastig geweest. En dat was om jouw moeder, zeg maar, te beschermen daarin? Of nou, jou denk, ook? Ik denk dat het een collectieve afspraak was van, we houden het gewoon zo en we zeggen niks. En uiteindelijk is het
als ik het heel eerlijk mag zeggen, is het voor mij gedaan. Ze hebben het bewust gezegd van, we gaan het zo doen, dan deed het niemand en dan weet niemand iets. En, hè? Wat was de reden dan dat het alsnog, dat het toch tegen jou verteld is? Wat was daar dan de oorzaak van? Ja, ik heb een nichtje, die is even oud als ik ben, Iris. En wij zijn echt van jongs af aan met elkaar opgetrokken. We zijn echt beste vrienden en zien elkaar regelmatig, spreken elkaar regelmatig. En zij is erachter gekomen. Zij heeft het geheim ontdekt. Dus iemand heeft gepraat? Ja. Iemand heeft het losgemaakt en zij is erachter gekomen. En zij heeft wat navraag gedaan en uiteindelijk is het daarna bevestigd. Mm-hmm. En zij heeft uiteindelijk besloten van, ja goed, Roel is een van mijn beste vrienden en ik ga niet met haar geheim rondlopen. Dus zij heeft mijn ouders gebeld en gezegd van, luister, ik loop niet met het geheim rond. Ik geef jullie x tijd om het te vertellen en als jullie het niet doen, ga ik het voor jullie doen. Jee, dat zal ook een behoorlijke, enorme druk op jouw moeder gezet hebben, denk ik, hè? Ja, en op mijn vader Heb je ook. Daar inmiddels al iets van gehoord hoe dat verlopen is? Hoe zij zich daarbij gevoeld hebben? Weet je, praten ze daar met jou over? Ja, ik denk, kijk, het is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp om over te praten met elkaar. Mm. Het is een heel beladen onderwerp. Ja. Maar ja, natuurlijk hebben zij het daar heel erg moeilijk mee gehad. Want ik heb het natuurlijk ook voluit uitgemeten op social media en in de krant. En ja, wat vinden ze daar dan van, Roel? Nou, kijk, ik denk dat ze op zich wel begrijpen dat ik een zoektocht ben begonnen. En dat voor mij de kortste slag is om de media op te zoeken en social media in te schakelen. Maar ik realiseer me ook dat, doordat ik dat heb gedaan, dat ook hun heel veel vragen hebben gehad van mensen die het niet wisten. En ja, die lezen zoiets opeens en die gaan hun ook bellen. Van god, hoe zit het? En wat hoor ik nou? Wat lees ik nou? Dus ja, het is van alle kanten heel erg moeilijk. Maar dat was het voor mij ook natuurlijk. Kijk, ik heb besloten om Mark Kleutjes te bellen op een gegeven moment. En te zeggen, want dit is mijn verhaal. Mm-hmm. En toen heb ik het ook op Facebook gezet, in verschillende groepen. Ja. En dan krijg je ook heel veel vragen. En die moet je allemaal beantwoorden. En ja, die hebben hun ook gehad. Ja. En is die band nu in deze fase, zeg maar, hè? Want er is natuurlijk heel veel gebeurd. Ja. Is die band op dit moment, loopt dat lekker, Roel? Gaat dat goed? Ja, nou ja, kan iedereen een beetje mee dealen, laat ik het even zo zeggen. Ja, nou, het is natuurlijk voor iedereen heel moeilijk. Voor mij, voor mijn ouders. Maar ja, ze steunen me wel heel erg erin. Ook dat ik die zoektocht ben begonnen. En ja, tuurlijk zijn er moeilijke momenten ook. Mm-hmm. Maar ik ervaar wel dat ze me steunen. En dat ze me begrijpen dat ik het doe. En ja, uiteindelijk zullen we met z'n allen sterker uitkomen. Dat gevoel insteek, heb ik wel. Ja. Die zoektocht naar jouw vader, in hoeverre, wat jij niet wil zeggen, ga je ook niet zeggen, ik vraag het. In hoeverre kan jouw moeder daarbij helpen of heeft ze daarbij geholpen? Ja, mijn moeder heeft er absoluut heel veel effort in gestoken. Maar goed, mijn moeder, het is 46 jaar geleden. Hmm. Het was een kortstondige relatie, dus ze kan zich ook niet meer alles herinneren. Hmm. Maar toen ik op een gegeven moment een paar leads had van bij wie ik moest zijn, waar ik moest zijn in Madrid. Dat is Spanje? Ja. Toen heeft zij wel gezegd van, nou Roel, weet je, ga nou niet zelf lopen bellen. Ik zal voor jou gaan bellen. Dus toen heeft ze zelf het voortouw genomen en zelf gezegd van, laat mij maar bellen. Ik ga hem benaderen, ik ga hem aanspreken, ik ga het met hem erover hebben. Ik vind dat heel moedig. Dat is absoluut heel erg moedig, ja. Ja. Dus jullie hadden leads, die hebben jullie gekregen? Of was dat vanuit jouw moeder de info die ze nog had? Gecombineerd. Ik heb heel veel. Ik heb het op Facebook gezet, daar heb ik echt honderden reacties op gehad. Ja, ik heb het gezien, joh. En toen ben ik uiteindelijk bij een personeelsblad van de Heineken terechtgekomen. Dat deed ik in 1971, december. En er stonden een aantal nieuwe medewerkers in dienst. En ja, daar stond hij tussen. Daar stond I tussen, zeker. Want ik zag op dat, voor mij op dat moment nagenoeg zeker, ja. Oké, want ja. Wat ik wel heftig vond is dat ik inderdaad op Facebook ook een foto zag van een man. En daar stond bij, nou dit is hem. En mensen zeiden, oh dat kun je wel zien en hij lijkt erop. Ja. Maar later was die foto... Dat was het niet, nee. Oh. Nee. Oeh, heb je daar niet ontzettend veel commentaar op gekregen? Of valt het nee, een... nee. Ik schrok er namelijk zelf een beetje van. Ik denk, oh god, die man die staat nu op Facebook en hij is het niet. Ja, achteraf terugbezien moet je je afvragen of je dat allemaal had moeten doen, zo op die manier. Maar goed,
je bent dus met de zoektocht bezig en je probeert zoveel mogelijk info te krijgen, leads, tips. En, ja. Ja, en dan doe je dat soort dingen. Ja. Die man is het niet. En nu? Wat was de volgende stap? Want je dacht, dit is hem, maar hij was het niet. Nou, ik wist Hoe wist je dan zo zeker trouwens dat hij het niet was? Hij is benaderd, gebeld? Nee. Ik heb uiteindelijk, toen ik in het personeelsblad van de Heineken de naam vond, toen ben ik verder gaan zoeken. Geen reclame maken, maar... En, gewoon een bierbrouwerij. Toen had ik de naam en de spelling van de naam en toen ben ik verder gaan zoeken. En op een genealogie-site vond ik mensen met dezelfde naam in de leeftijd, mijn leeftijd. En die mensen ben ik gaan benaderen, daar heb ik contact mee gelegd. En toen zijn we aan de praat geraakt en toen bleek het verhaal één op één te kloppen. Hey. Den Bosch, die periode, Engeland, niet Engeland. En uiteindelijk zo ben ik erachter gekomen. Oké. Okay. Jouw moeder heeft gesproken met hem? Nee, die heeft hem niet kunnen bereiken. Want uiteindelijk blijkt hij een half jaar per jaar in Amerika te wonen. En de andere helft van het jaar woont hij in Madrid. En je weet zeker dat hij het is? Ja, absoluut, 100% zeker. En ga je dan ook proberen om een DNA-test los te peuteren? Dat komt dan in me op, dan zou ik het ook zeker willen weten. En... Nou ja, natuurlijk, dat heeft ook wel door mijn hoofd geflitst van, zal ik dat doen? En ik ben er nog niet helemaal uit, maar ja, waarschijnlijk wel. Weet je al iets over die man? Over jouw vader, biologische vader. Weet je een beetje waar die geleefd heeft, waar die gewoond heeft? Dat weet je inmiddels allemaal. Ja, tenminste op hoofdlijnen weet ik dat wel, ja. En wat voor gevoel heb je daarbij? Ja, wereldreiziger. Zuid-Spanje, later Madrid, Frankrijk gewoond, Engeland gewoond, Nederland gewoond. Ja, overal een beetje. En nu weer in Florida en de helft van de tijd in Spanje. Dus ja, een beweeglijk iemand. Heb je al foto's gezien ook? Van hem niet, nee. Dus nog niet, nee. Het beeld bij hem heb je nog niet? Nee, wel bij twee. Ik heb ook twee halfzussen gevonden. Zo. En een halfbroer. En daar heb ik vanaf vorige week, half vorige week, dagelijks contact mee. We skypen elke dag, we bellen elke dag. Maar dat weet je ook zeker? Ja, ik heb uitvoerig met ze gesproken en bevestigen alle verhalen. Den Bosch, Engeland... Wat moet er dan toch allemaal door jou heen gaan? Je hebt een enorme familie erbij. Ja. Nieuwe mensen. Ja, nou, het is wel een rollercoaster. Ja, ik kan me zo Heel veel emotie, heel veel, ja. Heel bijzonder. Het meest bijzondere is wel dat voor de eerste keer dat je met een vermeende halfzus gaat skypen, dat je ook totaal geen barrière voelt. Het is gewoon heel natuurlijk. Is dat ook zo? Dat is toch ook bizar, zeg? Ja. Ja, je ziet het natuurlijk op programma's op televisie, zie je dat ook. Je hebt het zelf gedaan. Het lijkt mij zo bizar. Nou, eerst is er de eerste mailwisseling die je hebt, is heel veel wantrouwen van, are you another? Ben je gek of zo? En de tweede mail is van, nou, dit is mijn verhaal en oké, dat is je verhaal. En zullen we bellen? Ja, oké, we bellen. En dan bel je en dan praat je. En dan... Want wisten zij het? Nee. Ze wisten het ook niet? Nee. Over hoeveel halfbroers, halfzussen heb je het dan? Twee halfzussen en een halfbroer. Oké. Okay. Ja. Ja. En sindsdien skypen we elke dag, nagenoeg elke dag, bellen elke dag. Hele dag WhatsApp, sms, noem maar op. En hoe is dat voor jouw gezin? Want je hebt ook een gezin, toch? Ja. Nou, ik... De kinderen die op zich, die vinden het hartstikke leuk. Die hebben zoiets van, nieuwe oom, nieuwe neefjes, nieuwe nichtjes. Het kost wel heel veel tijd. En het brengt veel emotie met zich mee. Maar het is ook wel heel veel positieve energie. Kijk, toen ik het hoorde 9 weken geleden, toen was er heel veel negatieve energie. En nou merk je dat het langzaam zich omzet in positieve energie. En dat het weer zin geeft en We hebben binnenkort ook afgesproken, dat we binnenkort in Londen met elkaar afspreken. Bij elkaar, ja. En nu het contact nog met je biologische vader. Ja. Hoe gaat dat aangepakt worden dan? Ja, dat wordt fase 2 inderdaad. Ik begrijp dat hij het nog wel lastig vindt om contact te hebben. En dat kan verschillende redenen hebben. Misschien dat hij het nog niet verteld heeft thuis. Hij woont natuurlijk ver weg. En
ja, we hebben ook met elkaar afgesproken dat we gewoon de tijd moeten geven. Kijk, laat hem maar komen. 46 jaar is lang genoeg, dus die 47ste jaar kan er ook nog wel bij. Dus ja, je moet even tijd geven. En dan, ja, ik heb er vertrouwen in dat het vanzelf een keer komt. Waar ik mij mee bezighoud is, hoe gaat dat in jouw systeem? Je hebt allemaal, en ja, als ik naar mezelf kijk, en dat zul jij ook, dat heeft iedereen. Je hebt een bepaald zelfbeeld, jouw ouders, jouw opvoeding. Heel veel mensen zeggen altijd bijvoorbeeld zo'n opmerking als van, oh ja, dat heb ik van mijn vader. Of wat doet dat met jou, dat dat plaatje niet klopt? Nou is het wel natuurlijk, hè, zie jij als jouw vader, maar genetisch gezien, ja. Wat doet dat met jou? Nou, dat is wel iets wat je dagelijks bezighoudt. Want je zoekt continu naar die, het soort van als de basis onder je weg is. En dat je alles opnieuw moet herdefiniëren. Dat is toch behoorlijk heftig? Ja, ja, op sommige punten is dat heel heftig, ja. Want je doet ook bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, mijn opa, vermoedelijke opa, zat in het leger. En mijn vader heeft altijd in het leger gezeten. En dan denk je zelf, van, ja, dan ga ik ook vrijwillig ga ik dienstplicht vervullen. Want een soort van moet dat dan in die traditie. En achteraf dan denk je van, ja, die traditie was er eigenlijk helemaal niet. Ja, hij was er wel, maar niet in een soort van bloedlijn, maar gewoon. En dat soort dingen, die komen dagelijks wel terug, ja. In alle varianten, hoe dan ook. Bijvoorbeeld heel lang onderzoek gedaan naar de familiestamboom van de familie Grégoire. En best ver gekomen, hè, tot 1720 of zo. En uiteindelijk denk je dan van, ja, ja. Waar heb ik nou onderzoek naar gedaan? Ja, precies. En van de andere kant, ja, ik heb heel veel respect voor mijn vader. Dus wat dat betreft is het natuurlijk niet verloren. Mm-hmm. Maar als je er dan aan denkt, denk je toch van, ja. Ja, het plaatje wat je altijd in je hoofd had, klopt niet. Nee, hoe was het geweest als ik had geweten toen ik jong was, dat ik van Spaanse afkomst was? Ja. Welke keuzes had ik dan gemaakt? Ja. Ja. Bijzondere, ingewikkelde tijd voor je, lijkt me. Handel je het een beetje met werk, gezin? Ja, en, ja. Niet dat je hier als, als een helemaal... is het te doen? Het lijkt me nogal wat. Ja, nou, ik heb wel voor mezelf... Ik had wel voor mezelf zoiets van, joh, je moet gewoon aan het werk blijven. Gewoon in je ritme blijven. Gewoon je dingen blijven doen. En niet thuis gaan zitten of niet bij de pakken neer gaan zitten. Gewoon door blijven gaan. En uiteindelijk is dat ook de beste keuze geweest, denk ik. Maar het houdt je wel bezig natuurlijk met momenten. En dat vlak nou wel af... En je weet het nou ook beter een plaatje te geven en ermee om te gaan. Maar... Het heeft zijn tijd nodig. Ja, het heeft wel zijn tijd nodig, ja. Nou, ik wens jou ontzettend veel succes met alles. En ik hoop dat je een mooie ontmoeting gaat krijgen. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik echt. Ja. Dankjewel, Graag Roel. Gedaan. Dankjewel, Lara. Graag gedaan. Wij gaan naar muziek, naar de heren van Puur. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you there. Colliding, and they
us apart. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Vinden jullie supergoed. Dank je wel. Ik maak meteen even van de gelegenheid gebruik om naar jullie toe te lopen als dat kan. Puur. Staat op Facebook. Ik ga er gewoon tussendoor. Ik gooi hier alles in de bar. Puur, puur muziek live. Hoe lang zijn jullie samen in deze samenstelling? Een jaartje of 7 inmiddels. Zo lang? Ja. Ja, en als je het nummer net goed begrepen hebt, komen we niet meer van elkaar af. Kijk, nou, dat ziet er wel goed uit, denk ik. Jullie match klikt goed, volgens mij. Oké, dankjewel. Goeie chemie. Ja, zeker. Mooi. Hoe heet nou dat ding waar jij... Want daar hoorde ik jou straks over. Nee, die... De kazoo. De? Ja, die vind ik zo ontzettend leuk. Ja? Ja, die vind ik echt heel leuk. Nou, je mag hem wel een keer lenen. Nou, met mijn lippenstift? Nou, doe maar niet. Doe maar niet, zonde. Nu sta ik lekker tussen jullie in voordat jullie een volle Ziggo Dome ooit boeken. Wat zijn jullie plannen? Eerste arena. Ja, dat is eigenlijk wel slim, hè? Nee. Treden jullie veel op in de regio? Of hoe kan ik me dat voorstellen? Ja, we hebben eigenlijk het hele land al doorgereisd. Van Maastricht letterlijk tot aan het noorden van het land. Ja, Friesland zijn we ook al. Alleen Zeeland moeten we nog komen, volgens mij. Dus misschien als je een oproepje wil doen aan... Nou, dit pak hem zelf. Oh, nou, dames en heren, in Zeeland. Zoek je nog een leuke optreden, we komen gewoon bij je langs. Ja. Hartstikke ook leuk. Geregeld. Nou, dankjewel. Nou, dankjewel voor dit moment. We zien jullie straks nog een keer terug. Ga naar mijn volgende gasten. Dank je. Okay, succes. En hoe ga ik dat doen? Ik ga zo. Hop. Allemaal live. Allemaal live. Daar ben ik dan. Ja, want de dames van Live in Liemde zijn gearriveerd en zitten op de bank. Weer een heel ander onderwerp. De eerste editie van het Liems Cultureel Huiskamerfestival. Ik vind het een hele mond vol. Hartstikke mooie titel. Live in Liemde. Ik verwelkom Trace van Nuenen, Judith Talau en Lieke Faber. Leuk dat jullie er zijn. Mooi met z'n drie op het bankske, zoals we al gezegd hebben. Ja, zeker. Wie is nou de aanstichter van dit geheel? Dat ben ik. Dat ben jij, Trace. Vertel. Ja. Hoe kwam je op het idee? Hoe gebeurde het? Een keer bij iemand een huiskamerfestival meegemaakt. En ik dacht van, oh, dat is ook leuk. Dat wil ik bij mezelf ook doen. Dus inderdaad een band geregeld, een datum geprikt en mensen uitgenodigd. En dan sta je gewoon te swingen in je huiskamer op die band. Hè. Dus, want dat is een beetje een stevige rockband. En toen had ik zoiets van, ja, dat moet gewoon eigenlijk gewoon een mooi rondje kunnen worden in Liem. Zo van muziek en toneel en cabaret en zo. Dat zou wel leuk zijn om dat te kunnen organiseren. Nou, dan kom je allerlei mensen tegen, dan heb je het erover. En dan haakt iedereen gezellig aan. Hè. Leuk. En zo is Lieke aangehaakt met toneel en cabaret natuurlijk. En Karin, die haakt ook heel snel aan. En die kent dan weer Karin van den Broek. En die kent weer Judith en Arjan en William en zo. Ja, iedereen kent wel iemand. Ja, en Lint kent iedereen elkaar ook best wel op dat vlak, hè? Niet iedereen, want ik kende Judith ook helemaal niet. Kennen jullie elkaar niet? Want, want Judith, ik heb begrepen dat jij al... enorm veel huiskamerconcerten georganiseerd had. Ja. Klopt, Live in Liems wordt onze 19e. Jee, wat leuk. Ja. En ik wist dat ook niet. Nee, we hebben er ook eigenlijk nooit echt de rugbaarheid aan gegeven. Pas afgelopen september. Ja. Dat we eigenlijk voor het eerst dachten, nou laten we ook het Brabant Centrum eens bellen. En kijken of die er wat aandacht aan willen besteden. Waar komt dat vandaan, dat je dat doet? Wat is dat? Wat is de kick voor jou? Het intieme. Het intieme, klein, in je huiskamer, met je vrienden en dan genieten van muziek. En dan betaal je, ik noem maar iets, dit lijkt me natuurlijk ook geweldig, die mannen die hier zitten. Mm-hmm. Nou, die wil ik het best in mijn huiskamer, ze zijn er nou toch niet. Ja. Maar zo ga je op pad, ga je zoeken om die boekje. Ja. Ja. En dan ga je mailen of hoe gaat dat? Dan nodig je vrienden met de artiest bedoel je? Of nee, met jouw publiek. Wie mogen er dan komen? Ja, wij zijn eigenlijk echt begonnen met onze vriendengroep. En wij hebben voorheen in de buurt van Rotterdam gewoond. Daar zijn we begonnen. En dan hadden we een mannetje of 25 bij elkaar. En dat was altijd hartstikke leuk. En wij zochten alleen maar de artiesten die we zelf ook echt heel leuk vinden. Ja. Toen zijn we naar Brabant verhuisd. En toen dachten we, nou, willen onze vrienden nog steeds ook wel naar Brabant komen? Nou ja, dat was het geval. En toen zijn we gaan kijken van, hebben we hier ook mensen die dit leuk vinden? En die groep werd steeds groter. En dan zeiden mensen van, goh, ik heb nog wel iemand die dit ook leuk vindt. En nou ja, nu zijn we eigenlijk altijd uitverkocht.
Nou, wat leuk. Ja. En jij zegt de 19e. Is dat, moet ik dan denken aan 1 of 2 per jaar? Of hoe, Ja, we hebben het eerste jaar dat we naar Brabant verhuisden, hebben we niks gedaan. En alle andere jaren 2 of 3. Even acclimatiseren. Ja. En dan, ja. En soms zijn het de 4 per jaar. Het is ook een beetje afhankelijk van de mensen die komen. Of dat er iemand tussen zit die we heel graag willen hebben. Mm. En dan schuiven we er wel eens eentje tussen. Ja. We hebben een mooi fragment van een zogenaamde instart, zoals wij die noemen. En die zou ik, die moeten we even samen naar kijken, vind ik, van zo'n huiskamerconcert. Het belooft een mooie avond te worden. We hebben voorprogramma Dennis Wells, bekende bokstelaar. En daarna Glenn Phillips, bekend van Toto Wet Sprocket. Grote singer-songwriter in Amerika en eindelijk weer een keer in Nederland na 8 jaar. Welkom bij inmiddels ons 18e huiskamerconcert of 19e. We zijn volgens mij de tel kwijtgeraakt. Ja, het wordt steeds groter. Ja, het is een heven en het is te klein hier. Ja, maar ja, het is wel leuk als je elke keer uitverkoopt. Ja. Nou ja, dus de vraag is van, ga je groter of blijf je zo? Nee, we blijven zo. Nee. Goed. Welkom. Goed verder. Hey, hallo. Klaar voor de tweede ronde? Ja, zin in. Ik ga vaker naar huiskamerconcerten en dan ken je elkaar al een beetje. Ik kom uit Oldenzaal. Ja, wij wonen in Lint. Ja, het is gewoon een hele intieme sfeer. Heel gezellig. Het intieme, dat ook de artiest gewoon echt tussen je in staat. I hold you in my arms as the band plays. What are those words whispered, baby, as you turn away? How beautiful to see you once again. My darkest hour will be free. When I'm ja, absoluut. Zeker als iedereen het leuk vindt, dan. Ja, iedereen is enthousiast. Ja, het is echt hartstikke leuk. Gewoon sowieso, het is heel divers. Ik vind het bij hem zo mooi als hij heel klein gaat en dan ineens heel groot. Dus ja, ik heb het weer een topavond. Ja. Wat geweldig. Ik wist helemaal niet van hoe gaat het in zijn werk. Ja. Ik zie het nu. Glenn Phillips, niet zomaar klopt. Iemand, toch? Klopt. Vertel eens. Die heeft in de jaren 80 een best wel goede band in Amerika gehad, Toto Wet Sprocket. Zijn nu ook weer aan toeren door Amerika. Maar hij doet ook een solo-project. En hoe krijg jij die dan in Nederland? Gewoon bellen mee? Of is hij dan on tour? Of hoe gaat dat? Ja, soms plaatsen ze een berichtje online van, goh, ik ben op vakantie in Europa. Ik wil wel spelen. Weet er iemand nog wat? En als je daarop reageert, dan kan je weer kan je weer contact krijgen. En inmiddels is het ook wel een goede bekende geworden. Dus dan is het wat makkelijker. Nou, kijk eens aan, joh. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Social media is gewoon heel handig. Ja, we merken het overal. En niet weg te denken, hè. Snel, makkelijk, dichtbij. Even kijken, Trace had het idee. Al met het huiskamerconcert. Jij bent erbij gekomen, want jij bent natuurlijk de ervaren huiskamerconcert. Ja. Organisatrice. Ja. Lieke, hoe is Lieke? Hoe ben jij erbij gekomen? Ja, Trace belde. Hoe mag het kan zijn, hè? Ja, hoor. En dan zeg je geen nee natuurlijk. Nee. Hoe ben jij betrokken in dit project, Lieke? Wat doe je? Ik heb vaker al bij het Bokstheater het wandeltraject gedaan. Dus ik had daar een beetje ervaring mee. Ja. En dit was natuurlijk helemaal nieuw in opzet, met muziek erbij en cabaret. Dus we zijn een keer bij elkaar gekomen en toen moesten de artiesten gevonden worden. En ik ben natuurlijk gecontact met Jeroens Klen, die ik al een paar keer naar Liemde heb gehaald. Ja. Dus toen hebben we Jeroens Klen opgebeld en die kwamen.
En ja, dat toneel. Ja, die zijn niet zomaar te boeken, dus dat wil toch wel zeggen dat je... Jawel, die zijn wel zomaar te boeken, hoor. Ja? Ja, oh, natuurlijk. Ik denk van, goh, die zijn zo hot en... Ja, je krijgt ze niet meer voor het voor daar waar ze voor kwamen bij mij naar de serenade. Nee, nee, nee. Maar, want ze zijn natuurlijk wel een stuk bekender geworden sindsdien. Maar goed, ze komen nog gewoon ook bij jou in de huiskamer als je dat graag wilt. En, nou, het toneel is natuurlijk helemaal van mij. Ja, dus zeker. We hebben eerst gekeken waar het toneel zou plaatsvinden. Ja, want volgens mij sla ik een klein stapje over. Jij kwam op het idee met zo'n huiskamerconcert, dat wil ik meer doen, dat wil ik gaan uitbreiden. Ja. Dat is uitgebreid. Het programma ziet er nu zo uit dat jullie op, wie gaat dat vertellen, 4 locaties, 4 verschillende dingen? Ja, 4 optredens, 4 locaties. Op 28 juni dan. Ja. En dan kunnen we dus maximaal 200 mensen meedoen. En dan gaan ze gewoon in groepen van 50 mensen krijgen ze een gids mee. Die gaat ondertussen iets vertellen over Liemt. En zo gaan ze van de ene locatie naar de andere locatie. Dus er komt een gids die vertelt over Liemt? Ja, 2 gidsen per groep waarschijnlijk. En dat is van Stichting Kijk Liemt. Die gaat gewoon iets in elkaar zetten over Liemde. En die neemt die mensen mee. En wij lopen natuurlijk als organisatie ook mee. En dan gaan we van het ene naar het andere adres. En dan wordt er leuke dingen over Liemt verteld. Leuke anekdotes of over gebouwen die ze tegenkomen. En zo gaan ze eigenlijk een rondje lopen. Wat grappig. Ja. En het is uitverkocht al, hè? Dat is toch geweldig, of niet? Ja, dat is helemaal leuk. Echt superleuk. Ja, ik ben te laat. Eigenlijk iedereen vindt het gewoon heel leuk. En haakt gewoon aan of in. Ja. Ja. Nou, ik ga naar Lieke, want je bent natuurlijk een ervaren scriptschrijver, regisseur, film, theater. Dat is gewoon jouw ding, jouw vak. Heb je nu speciaal voor Live in Liemt iets geschreven? Ja. Ja. Wat kun je en mag je daarover vertellen? Nou, ik ben naar de locatie gegaan en die is ook bekend. Die is bekend, hè? Waar het toneel gespeeld wordt. En die is in? Dat is in de Klompenfabriek. Oh ja, ja, ja. En ik ben naar Atra, de klompenmaker, gegaan. En vertel maar eens over je fabriek. En daar heb ik een stuk over geschreven. Maar dan niet over Ad. Nee, over de fabriek zelf. Dus ik heb gedacht, wat zou er nou eens gebeurd zijn als 30 jaar geleden Ad zijn klompenfabriek verkocht zou hebben. En dat is eigenlijk ook wel een klein beetje een must geweest. Want we hebben artiesten gezocht of spelers gezocht. En de man is Nick Audians. En die praat dus echt geen Brabants. Dus we konden niet een Brabantse klompenboer neerzetten. Oké. Okay. Dus dat heb ik in dus ik heb gewoon verbanden gezocht met de klompenfabriek Tra. En het gebied waar Nick vandaan kwam. Het dialect dat hij spreekt of de tongval die hij heeft. En dan hebben we allemaal in een potje gestopt, een keer geschud. En toen kregen wij een... Er komt even iemand met geluid, denk Wacht even, je microfoon zit niet goed. Is naar binnen gezakt. Een beetje losser, ja. Hij moet een beetje losser? Te veel naar binnen doen. Hij mag niet te veel naar binnen. Oh, is dat toch moeilijk om hier te zitten? Ga ik nou vasthouden? Hij blijft nou wel hangen, anders dan doen we het weer. Dus in een potje schudden en dan heb je een stuk. En eigenlijk is het heel bijzonder, want ik heb een... Komt iets meer bij kijken, denk ik. Potje schudden. Ja, dat is een vak, hoor. Toch? Zo gaat dat wel. Ja. Ja, als je... Okay. En het is heel bijzonder, want we hebben muziek van James Blunt, daar beginnen we mee. Daar heb ik op het moment dat ik aan het schrijven was, heb ik dat op de radio gehoord. Ik denk, oh ja, dit past helemaal. En ik zei dat tegen Judith en Judith zei, oh... Die schrijver, die hebben wij in de huiskamer gehad. Hoe leuk kan het zijn, hè? Ja, de medeschrijver. De medeschrijver van dat nummer. Ja. Hebben zij in de huiskamer gehad. Wat nou, gaaf. Alles klopt gewoon, hè? Ja, past in elkaar. Dat is het potje. Ja, dat is het potje. Ja, daar was het dekseltje op, het potje past. Ja, gewoon een keer goed schudden en dan komt het allemaal goed. Jee, wat leuk. Ja. Dus, het is wel een beetje ongezellig, want ik ben heel druk aan het repeteren. En zij hebben eigenlijk al elke keer moeten vergaderen zonder mij. Ja, sorry jongens, ik moet repeteren. Ja. Dus, dat is jouw vergadering. Ja, dat is mijn vergadering. En zij lopen ook mee, maar ik moet natuurlijk bij mijn spelers blijven. Dus, Nou, we gaan naderhand hebben een arrangement aan vastgeplakt. Dus dan zien we elkaar weer naderhand. Ja, ja. Ja, want het is middags, hè? Begint het? Ja, nu of 2? Om 2 moeten we bij de eerste locatie zijn. Dus we starten gaan. Gaat iedereen te voet mee dus? Iedereen gaat te voet mee, ja. Wat leuk. Want de locaties liggen niet zo heel ver uit elkaar. En nou hoorde ik net Judith, artiesten komen tegenwoordig
Komen die nog voor niks? Nee. Voor niks gaat de zon op. Nee. Artiesten krijgen gewoon betaald. En dan, hoe kom je dan, want er gaat toch ook een hoop geld in zitten in zo'n organisatie. Hoe lossen jullie dat op dan? Kaartverkoop, hè? Ja. Mensen moeten gewoon een kaartje kopen. En dan, zo duur zijn die niet, toch? €15. 200 mensen. Oké, okay. Ja. Goed. Hebben jullie een stichting opgericht volgens mij? Ja, Stichting Live in Liemde. Dus, ja. Dan is deze eerste editie, die is de 18e al. Het is 28e. 28e, het is helemaal uitverkocht. Ik neem aan als je ook een stichting opricht, dat je zoiets hebt van... We gaan ook door voor de tweede en de derde. Absoluut. Absoluut, ja. Weet je nu al. Wat leuk. We willen in het najaar wel een middagprogramma neerzetten nog in Liemde. Hoe dat precies ingevuld wordt, dat weten we nog niet. Ongeveer medio november zijn we eigenlijk al een beetje mee bezig. Maar we willen eerst toch wel eerst dit afronden. Ja, doe eerst dit maar, hè? Ja. En volgend jaar gaan we sowieso door. Ja. Leuk. Ja, het is gewoon veel te leuk om mee. Tot slot. Samenloop voor Hoop in Liemde. Doen jullie daar ook nog iets mee? Dus, ja, we dingen verzinnen en zo. Maar sorry? Gewoon wat dingen voor verzinnen, maar verder niet als live in Liemde. Nee, nee, oké. Okay. Ik dacht misschien is dat een leuke connectie. Ik denk dat jij ook wel weet dat daar in ieder geval niks overblijft. Dus het is altijd kostendekkend. Ja. Tenminste, dat proberen we te maken. Om het kostendekkend te maken. Ja. Dus ja, er blijft gewoon ook niks voor het goede doel over. Ik dacht eerst ook van voor het goede doel, maar... Ja, zo gaat dat. Het is gewoon duur. En mensen krijgen ook echt iets aangeboden onderweg. Hè, dus ze krijgen ook allemaal een consumptie onderweg en bij elke locatie. Nou, dus het is echt heel leuk. Ze krijgen echt waar voor hun geld. Maar ja, dan blijft er niks over. Nee, dat is meestal. Maar ja, wie in Liemde doet niet mee aan Samenloop voor Hoop? Iedereen. Dus, ja, volgens mij wel. Maar ik dacht van, het is misschien leuk om dit te koppen. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes. Dankjewel dat jullie hier waren. En we gaan naar het slotoptreden van Puur. En welk nummer, Marco? Dit is van Kensington. En we willen dit moment natuurlijk gelijk benutten om auditie te doen voor Live in Liemde. Natuurlijk, ja. Een soort van Force van Holland, maar dan dat ze niet hoeven om te draaien. Nou, ze zitten vlakbij, net als in een huiskamer. We kunnen daarom draaien, hè? Ja, dan lopen wij ook weg. Nou jongens, laat me horen, dankjewel. So, cut my hands and pull my arms in. Oh, unforeseen but no surprise. For all your men in all your armies. Oh, only bait but no one buys. Up and away we all go into the way we run. There you will find our stronghold, though you won't find our guns. Up and away we all go into the way we run. There you will find our stronghold. We won't go to war. No, we won't go to war. No, we won't go to war. Say, all your time is almost done here. Wave all your light on other ones. Up and away we all go into the way we run. There you will find our stronghold. We won't go to war. No, 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 we won't go to war. Getting away,
getting away, we're getting away, getting away. No, we won't go to oh 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 oh. No, we won't go to oh 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 oh. No, we won't go to oh 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 oh. No, we won't go to oh oh. Geweldig, dankjewel, dankjewel. Supermooi. Dankjewel. Supermooi. Ik spreek heel eventjes naar, naar de dames. Jullie zeggen niks. Toch wel dat het hartstikke mooi was? Leuk, ja, leuk. Ja, hartstikke leuk. Nou, vond ik ook. Dankjewel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Dommeland Live. Ik bedank mijn gasten. Ik bedank de prachtige artiesten van Puur. En ik bedank u thuis voor het kijken. Over 2 weken is er weer een Dommeland Live. Fijne avond nog.